De bewoners van Kwakkoegrong beschikken nu over gezond drinkwater. De Surinaamse waterleidingmaatschappij heeft afgelopen weekend het waterzuiveringssysteem in gebruik genomen. President Chandrika Prasad Santokhi is trots dat het dorp nu over veilig en gezond drinkwater beschikt. Het staatshoofd gaf aan dat de regering de financiële crisis onder controle heeft. Hoe abelijk land die volledig onder controle. We moppen uit dat diepe dal. En we krijgen nu. En nu we gaan welzijn en gaan welvaart. Dat is een passie. Zou we wakker vanaf een jaar die zin. Het tweede zijn ze mee kan takken. Hoe spaart je in zo'n jaar VP? Hoe haar? Trang beleid. Vooral minister Financiën. Trang beleid. Hoe spaar. En zou je doen aan Monisa Oespar? We tja watra kona Marwina. We tja watra kona Komoweine. We tja watra kona Nikeri. We tja watra koti de jasona Kwakkoegrong. En we tja watra gi ala den distrepea as hande vanudo. Volgens directeur Clifton Linga heeft de SWM haar huiswerk gemaakt nadat de regering had gevraagd om water naar bepaalde gebieden te brengen. De waterzuiveringsinstallatie is gekoppeld op de dorpsgenerator. Ook het solarsysteem zal mede ervoor zorgen dat de bewoners van Kwakkoegrong 1x24 uur over water kunnen beschikken. Wij als SWM hebben ons huiswerk gemaakt. We hebben gekeken als er een bron beschikbaar is. En in 2018 had SWM een bron geboord, maar het was niet in werking genomen. Dus we hebben dan de monsters genomen. Waar het lab heeft de testen gedaan, de analyses zijn gedaan. En een bepaalde van die dingen zijn door mij gedaan, want ik was toen in een andere hoedanigheid. En uiteindelijk hebben we dat ontwerp gemaakt voor de installatie. En de installatie is zodanig gedaan dat, zeg maar een hybride systeem, dat de mensen ongeveer 600 mensen van water kunnen voorzien. En dat systeem is zodanig gemaakt dat het efficiënt werkt. Als er maar 100 mensen zijn in het dorp, dan gaat hij dan voor 100 mensen leveren. Naarmate het verbruik toeneemt, levert hij water tot 600, voor 600 mensen totaal. Clifton Linga. Voor nu zijn er 4 tapkranen geplaatst in het dorp. Op een later tijdstip zal de SWM de bewoners registreren voor een eigen aansluiting, zegt de directeur. De dorpsbewoners zullen een minimale bijdrage leveren om de installatie te onderhouden.